De gemeentelijke derby. Opnieuw Zuid in Katwijk. Quick Boys tegen Rijnsburgse Boys. Normaal gesproken goed voor heel veel publiek binnen de hekken. Nu staan ze vooral in de duinen. En dat zijn er veel, dat horen we. Dus de kooi die eerste kans krijgt voor Quick Boys. Maar Zandbergen de treffer voorkomt. De hoekschop voor Rijnsburgse Boys. En dat levert nog een hoekschop op. Nu vanaf de andere kant te trappen door dezelfde man. Virgil Zelderust. Jongenelen staat er ook bij. Zelderust met de hoekschop. Bal wordt doorgekopt. Jeroen Spruit. En hoe hij het doet, doet hij het. Het is 1-0 voor Rijnsburgse Boys. Na 7 minuten. De 5e seizoenstreffer van Jeroen Spruit. Bij de eerste paal doorgekopt. En Spruit, die maakt hem. De kooi. Bosman. Dat is een slechte bal van Chima Bosman. Dani van der Moot. En de ingreep van Ivaro Staal. En die krijgt geel van Wim Bronsvoort. De ervaren scheidsrechter uit Overijssel. We horen knallen. Waar hebben we dat meer gehoord dit weekend? Runderkamp. Wankwo. En Bekooi niet. Weer niet. Omdat Zandbergen goed oplet. Kijk, daar staan ze met z'n allen in de duinen. Dat kan daar bij Quick Boys. Bal niet goed weggewerkt. En dus balbezit voor Quick Boys. Runderkamp. De man met een geweldige trap. Dat zagen we vorige week. Toen waren ze op doel. Dit is de voorzitter van Aren. En dat kan hij dus ook. Nico Runderkamp. De treffer van Ricky van Haren, de 1-1. Prima afgemaakt door Van Haren. Staal aan de wandel, bal kwijt. Beuk tegen Magan. Staal had al geel en Bronsvoort vindt dit opnieuw geel. Rood voor Ivailo Staal. Waarom doe je dat? Vraagt Maatse aan zijn teamgenoot. Ja, je kan hem geven. En dat doet Bronsvoort dus ook. Quick Boys verder met zijn tienen. Al na 23 minuten. Maatse is hem kwijt. Aan Magan. Die vindt Zelderust. Zelderust. Jongenelen. Mogelijkheid voor Rijnsburgse Boys. Vuurwerk op het veld en Bronsvoort zegt, we gaan eraf. Alsjeblieft geen vuurwerk, ook niet vanuit daar. Je ziet wat er kan gebeuren. Gebruik je hersens als je die tenminste hebt, dan gebruik je alsjeblieft. En daar hebben we weinig aan toe te voegen. De speaker van Quick Boys. Na een onderbreking van 5 minuten gaat de wedstrijd verder. En dan gaat Bekooi hier over het been van Rob Zandbergen en legt Bronsvoort de bal op de stip. De team van Quick Boys krijgen de gelegenheid om op 2-1 te komen tegen Rijnsburgse Boys. Tommy Bekooi achter de bal. Ja! Bekkers is kansloos. De Zandbeek Quick Boys is stand op 2-1 doel te maken. Speler met nummer 7, Tommy Bekooi. 2-1 voor Quick Boys. Het wordt gevierd in de duinen. Tommy Bekooi. Het is de derde van het seizoen. En dus Rijnsburgse Boys in de achtervolging met Spruit. En inzet van Mark Magan. Goed gepakt door Paul van Helm. De tweede helft. Wat voor Kippersluis. De redding van Bekkers. Voor Kippersluis nog een keer. En nog een keer Bekkers. En nu heeft hij een klem. Van Kippersluis dicht bij de 3-1. Spruit. Voor Rijnsburg. Levert zomaar in. Magan gaat hard door. Dan vinden ze van Rijnsburg dat die Quick Boys speler een overtreding maakt. Maar Bronsvoort heeft het anders gezien en die geeft Magan rood. Een opstootje. Magan eraf. Het is weer 10 tegen 10. Het numerieke voordeel voor Rijnsburg is over en ze staan ook nog achter. Zelfde rust. Zelfde rust. Jongenelen. Jongenelen draait zich vrij en schiet hem tegendraads in.
Van de Helm kansloos. Die verwacht je nooit in die hoek uit zo'n draai. Maar hij komt er wel. Goeie goal van Jeff Jongenelen. Routier en aanvoerder van Rijnsburgse Boys. Bepaalt de eindstand opnieuw Zuid op 2-2.